graag horen van jullie en binnenkort komen zij met een nieuwe cd uit. Ik kijk er al naar uit, maar wanneer dat hij komt, dat weet ik nog niet. Maar wat ik wel weet is dat wij hier een feestje aan het bouwen zijn. Maar ik heb voor jullie een zeer knappe dame uitgenodigd. Jongens en meisjes, geef ze een daverend applaus en hier is Jelle van Let's Go! Alles goed met jou? Ja, met jou? Ja, heel goed, want we zijn feest aan het vieren. De 250ste aflevering is dat. Maar jij hebt binnenkort ook iets te vieren, want dan zit je 1 jaar bij Let's Go. 1 jaar, ja. Wat is het opmerkelijkste wat je al hebt meegemaakt in dat bijna hele jaar? Goh, ja, ik denk toch wel de 2 singles uitbrengen en gewoon heel veel optreden en zo. Maar bij u, 250 afleveringen, wat is er gebeurd bij u allemaal? Ja, wacht hè. Heel veel, want dat zijn echt heel veel afleveringen. Wat ik heel leuk vond was dat ik altijd nieuwe artiesten mocht ontvangen die het supergoed doen, zoals jij. Maar ook buitenlandse artiesten en heel veel leuke bloopers. Ja, die heb ik ook. Oké, die wil ik zien, die wil ik zien. Nee, die krijg je niet te zien. Maar wat wij ook altijd heel leuk vinden is dat de artiesten voor ons een optreden brengen. Dus zou je je eerst de single Out of My Mind hier willen brengen op dit podium? Ja! Jongens en meisjes, geef ze een daverend applaus. Hier is Jelle met Out of My Mind. I've been waiting for tonight. You give me fever deep inside. It's you and me together. We zitten hier nu in een zeer leuke attractie met veel water. Ja. Hou je daarvan? Water, ja. Ja, het is leuk, maar ze is gewoon nat zijn, dat weet je toch? Ik hoop van niet. Ik hoop dat dat dan jouw kant is. Dat is heel lief. Ze moeten iedere keer goed draaien. Ja, ik ga gewoon kijken nee bij uw kant. Ja, Jelle, Gon doet het ook supergoed in Nederland. Ja, het doet het goed in Nederland, ja. Wilt u dan ook zeggen dat jullie daar... Ja, het wil zeggen dat we... Het wil zeggen dat jullie daar gaan toeren. Ja, er staan een paar optredens op. We zijn in Amsterdam geweest voor Koninginnedag. En er waren heel veel mensen. Maar hier in België hebben wij de single Gone al een tijdje gehad. Dus wij zitten nu te wachten op die volgende single. Wanneer... Sorry. Wanneer komt die eraan? Hij komt normaal gezien rond augustus. De nieuwe single en het album komt rond september. Jelle, wat zou je missen als het hele Let's Go verhaal moest stoppen? De optredens en gewoon de uitbundigheid van de fans. En gewoon alles. Hier met u zitten. Ik zou alles missen. Ik wil het echt niet meer missen. Jelle, dit was wel echt verfrissend hier in deze attractie. Heb je ervan genoten? Ik ben helemaal terug. Ja, helemaal terug nieuw. Ik ben helemaal... Ja, het was heel leuk. Maar ik ben weer klaar voor actie. Wil je je geweldige single Gone voor ons brengen hier? Zeker aan vast. Zeker aan vast. Hier is Jelle van Let's Go met Gone. Is there something I don't know? Are there secrets you won't show?
dan? Ja, zeg, je hebt er juist wel een cadeautje gekregen van Wim, hè? Ja. Maar kijk eens of iets lekkers dat ik voor heb meegebracht. Waar? Oh! Dankjewel. Dankjewel. Mag ik eraan komen? Van mij wel. En ik zou heel graag nog 250 afleveringen doen van de Kids Top 20. En om die wens te laten uitkomen, stel ik voor dat we alle ballonnen de lucht in laten gaan. Zijn jullie klaar? 1, 2, 3, ja! En ik hoop dat de Kids Top 20 nog 250 afleveringen mogen doen. Yes! Wim, vond je het leuk? Het was geweldig! Jelle, vond jij het leuk? Kort misselijk. Dan krijgen jullie dadelijk jullie nummer 1. Maar eerst even zeggen dat jullie de Kids Top 20 hitlijst kunnen terugvinden in de Jommekeskrant. Dat is een coole bijlage van het Nieuwsblad. En jullie kunnen zelfs ook genieten van de nieuwe aflevering van Thomas Joep. Wij gaan nu ook nog verder genieten. Hier is jullie nummer 1. Thomas.